Onze eigen voorzitter van de LOS, Rinus van der Heuvel uit Schaik, blijft deze keer niet op de achtergrond. Integendeel. We plaatsen hem even in de schijnwerpers, want hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Aan zijn lijst van verdiensten leek bijna geen einde te komen. Ja, goede vakantie gehad. Want dat is dan de eerste vraag, hè? Want zoals jullie ook weten is er elke dag voor Koningsdag worden lintjes uitgereikt. Aan de vele vrijwilligers die belangwekkend werk doen. En ook afgelopen jaar hadden wij daarin Landert op Koningsdag 5. En die hebben er allemaal natuurlijk keurig rekening mee gehouden. Je bent vrijwilliger. En er is één dag die met een kruis in je agenda staat. Dat is namelijk die dag voor Koningsdag. Want je weet nooit, hè. Het zou zo eens maar eens kunnen gebeuren. Maar helaas, vakantieplanning, die hield daar geen rekening mee. In ieder geval niet bij Rinus van der Heuvel. En dat maakt ook, normaal hebben wij mensen die nodigen wij uit bij de ambiance. Worden daar eigenlijk overdonderd en verrast. En nou, bij jullie hebben we het op een andere manier moeten doen. Maar gelukkig, Aafje heeft keurig meegewerkt, je dochter. En ik dacht dat je vrouw op de hoogte was, Rinus. Maar het bleek wel bovenaan de trap op het gemeentehuis dat het ook voor u dus een ongelofelijke verrassing was wat er ging gebeuren. Nou, het was in ieder geval een mooie bijeenkomst. En we hebben daar het tipje van de sluiver opgelicht. En de rest van de tip die zullen we nu met elkaar meemaken. Dus uiteindelijk sta je hier met jouw echtgenote Mia en jullie kinderen Aafje en Elise, om vandaag een onderscheiding te gaan ontvangen. En wat voor een één. Je weet het, je wordt benoemd als ridder. En dat gebeurt niet zomaar. Daar moet je wat voor doen en dat deed je. Want al sinds 1966 ben je vrijwillig bestuurlijk actief bij diverse verenigingen binnen en buiten Landert. De snelle rekenaars onder ons weten dan dat het al meer dan 52 jaar is. En voor mensen die de 52 jaar nog niet bereikt hebben, zoals ik zelf. Ja, dat is dus een ongelooflijk lange tijd waar je echt continu bezig geweest bent met vrijwilligerswerk. Je hebt je al die jaren ingezet voor verschillende belangen en bent een vrijwilliger puur sang. Wat ik daarbij wil benadrukken is dat de maatschappelijke uitstraling van al jouw werk groot is. Met andere woorden, jouw inzet doet er werkelijk toe en is van invloed geweest op tal van terreinen in onze samenleving. Onderwijs, politiek, bankwezen, sport, cultuur, enzovoort, enzovoort. En dat geldt voor Landert, maar ook voor andere plaatsen in de regio. Vanuit je beroep, je was directeur technisch onderwijs Uden, ben je nauw betrokken geweest bij promoten van het beroepsonderwijs in de regio. Goed passend onderwijsaanbod voor toekomstige vaklui, dat was waar jij voor stond. Je was als bestuurslid bij de Stichting Techniek, Techniek is Stroef, ook duidelijk over wat daarvoor nodig was. Goede scholing aan jongeren, integratie op de arbeidsmarkt en de samenwerking opzoeken met het bedrijfsleven. En de klus is volgens mij nog lang niet geklaard. En er wordt nog hard aan gewerkt elke dag met het werk wat jij opgestart bent. Je was 5 jaar lang voorzitter van stuurgroep Platform VMBO ROC AOC Noordoost-Brabant. Voorzitter Stichting Ontdek Techniek in Uden. Voorzitter van het overleg Basisonderwijs Voortgezet Onderwijs in Kuik. En voorzitter van de commissie Techniek heeft de toekomst Kuik. Ja, het wordt gewoon een hele opsomming, Rinus. En het houdt niet op. Ik zie Mia al kijken van, komen we dadelijk nog wel aan het feestelijkheden toe? Maar ook dat gaat gebeuren. Lid van het directorium MBO in Nijmegen. Bestuurslid van de LEAO in Bergen en bestuurslid van het vormingscentrum De Koepel in Os. Verder was je bestuurslid van de vakvereniging docenten beroepsonderwijs. In de jaren 90 was je lid van het college van bestuur van de Raad voor de Kinderbescherming. En bij de Rabobank ben je vele jaren actief geweest als vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, bestuurslid bij de Rabobank Schaik-Ravenstein en lid van de ledenraad Rabobank Os. Je zet je actief in voor het behoud van de parochiekerk in Schaik.
Van 2009 tot 2012 was je voorzitter van de stichting Restauratie Kerk Schaik. En sinds 2012 ben je voorzitter van de stichting Behoud Kerk Schaik. Je bent sinds 2015 voorzitter van de Landelse Omroepstichting. Ze zijn hier dan ook in grote getale aanwezig, Rinus, om het allemaal vast te leggen. Een belangrijke functie bij een belangrijke lokale speler. De lokale omroep heeft een grote verbindende functie in onze samenleving. Voor ons als lokaal bestuurder is het fijn als er mensen zitten die dat weten te waarborgen. Je bent sinds 2012 voorzitter van de werkgroep MOV, Missie Ontwikkeling en Vredesvraagstukken, en coördinator van de werkgroep Fietstocht MOV Schaik. Je voert overleg, je collecteert en je was de initiatiefnemer om in Schaik en Reek gezamenlijk te starten met de Goede Doelenweek. Als voorzitter stuur je de boel aan en de Goede Doelenweek was overigens een schot in de roos. De opbrengsten in 2016 en 2017 waren aanzienlijk hoger dan voorheen de gezamenlijke opbrengst als ieder fonds apart rondging met de collectebus. Dat kenmerk je ook, openstaan voor nieuwe ideeën en op andere manieren aan de slag gaan. Wat je belangrijk vindt bij de MOV is dat er niet alleen maar hulp aan mensen elders wordt geregeld, maar dat mensen zich ook hier bewust worden van de situaties elders. Vele initiatieven en lokale stichtingen kunnen dan ook op jullie jaarlijkse steun rekenen. Sinds 2012 ben je lid van de parochieel herenkoor van de parochie Heilige Johannes de Doper in Schaik. Tijdens de jaarvergadering dat jaar ben je ook direct gekozen als bestuurslid. Kan het ook anders? Je bent er nu de penningmeester. En wat ik wel bijzonder vind is dat je, om als volwaardig lid mee te kunnen zingen, de basiscursus Gregoriaans hebt gevolgd bij de abdij in Eeswijk. En dat beviel je zo goed dat je er later verder in bekwaamde door een vervolgcursus te doen in België. Met het koor verzorg je om de week de liturgische gezangen tijdens de zondagse viering in de parochiekerk in Schaik. En tussendoor de gezangen bij uitvaarten en jubileumvieringen. En dan ook natuurlijk de wekelijkse repetities. Ik noemde al eerder de politiek, want ook die heeft jouw interesse. Je bent lid van de Landelse Partij DS97, of moet ik zeggen Schaikse Partij. En je was er 10 jaar lang de voorzitter, van 97 tot 2007. En dat betekent meteen bij de oprichting. Bij tennisvereniging De Witte Scharen in Schaik ben je 12 jaar lang voorzitter geweest. In deze periode was je ook lid en voorzitter van de technische commissie. Ik krijg dadelijk een prijs als u het aantal keren dat het woord voorzitter is gevallen. dan geef ik even een klein prijsje voor weg. Je was namelijk ook nog voorzitter van de scouting in Schaik. En in Wijchen was je bestuurslid bij Open Jeugdwerk, lid van de culturele raad en lid van het Oranje Comité. Toegegeven, zo'n opsomming is soms wat saai, maar het doet zonder meer recht aan al jouw werk wat in volle breedte is gedaan voor de samenleving. En dit wordt beloond met niet zomaar een onderscheiding. Want het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd je te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. En speelt je graag de daarbij behorende versiersel op. Gefeliciteerd. Ja, mooie Rinus. Ja. En als je hem zo achter elkaar hoort, dan is het toch niet niks. Hè? Gefeliciteerd. Ja, en dan zou je bijna vergeten dat als iemand geridderd wordt en je hebt het in de hele lijst gezien, dan is er ongelooflijk veel werk verricht, maar dat is vaak ook buitenshuis. En nou ja, 2 kinderen moeten dan, neem ik aan, al heel jong de fles krijgen en dat groeit dan op. Maar is papa niet altijd thuis, dan staat er een vrouw achter. En ik zou heel graag een groot applaus willen ook voor Mia, voor de ondersteuning die daarvoor geboden is. En dat ondersteunen we graag met een bloemetje, Mia. Dank je wel. En jij ook gefeliciteerd. Ja. En dan hebben we hier de doos met versiersel. Als je die erg vindt, dan zet ik die hier heel even neer en gaan jullie nog even zitten. Want jouw dochter Aafje zou nog heel graag wat woorden toelichten. Aafje, mag ik aan jou vragen? Hallo, familie, vrienden en bekenden. Ontzettend fijn dat jullie hier vanavond ook allemaal op deze bijzondere dag voor ons pap bij willen zijn. En ik wil Jan van Rossum ook van harte danken voor zijn inzet om Rinus op deze manier in het zonnetje te zetten. Dat waarderen wij enorm. Een van de eerste vragen die ik gesteld kreeg van Jan voor de aanvraag was: weet jij of kun jij erachter komen wat Rinus allemaal gedaan heeft? Nou, zei ik, ja, daar moet ik wel even heel goed over nadenken. Want ik weet natuurlijk dat hij heel veel doet, dat hij heel veel heeft gedaan. Maar om dat nou
eventjes op een rijtje te zetten. Dat is nog niet zo makkelijk. Maar nou weet ik toevallig ook dat ons pap van een hele goede administratie houdt. Dus nadat we bij de burgemeester op bezoek waren geweest en het nieuws bij Rinus een beetje geland was, zei hij tegen mij, zal ik een lijstje voor je maken met een overzicht van wat ik zoal heb gedaan? Waarop mijn antwoord was, ja, wat denk je zelf? Hoe denk je dat wij de aanvraag hebben kunnen doen? Een jaar geleden ongeveer, toen jullie een avondje weg waren, zijn wij even in jullie administratieklappers gaan snuffelen. En ik kan jullie verklappen dat ik enorm opgelucht was dat jullie zo'n goed georganiseerde en up-to-date administratie hebben. Want wat vond ik? In de, naast de andere mappen van de administratie een klapper met onder andere een A4'tje met een mooie lijst waar die zich allemaal mee bezig heeft gehouden de afgelopen jaren. Toen ik klein was, vond ik het heel normaal dat mijn vader alles kon. Dat hij bij van alles en nog wat betrokken was en dat mensen hem heel vaak benaderden als ze hulp nodig hadden. Zijn hulp aan verenigingen, werkgroepen en instanties, ja, dat hebben jullie net allemaal gehoord. Maar hij doet nog veel meer. Want ook bij computerproblemen, bij belastingaangiftes of een houtgedraaid knopje of een pootje, zegt Rinus, oh, ik kijk wel eventjes. Ja, en dan is het heel vaak zo gefixt. Wat we in het hele verhaal inderdaad zeker niet moeten vergeten, was net al even genoemd, is dat er achter zo'n druk bezet man wel een hele sterke vrouw moet staan. Want thuis gaat alles gewoon door. Ja. En over het gezin gesproken, Rinus en Mia die staan altijd klaar voor Elise en voor mij en onze gezinnen, voor advies, voor oppas, voor hulp in de tuin en zelfs met het verbouwen van ons huis lijkt ons pap de energie te hebben voor tien. Kortom, een vader om super trots op te zijn. Gefeliciteerd, pap. De voorzitter altijd de rekening incasseren. Dat willen wij voorkomen. Aafje, dank je wel voor jouw mooie woorden. Rinus, ook Jan van Rossum, initiatiefnemer, durven we hier nog wel te zeggen, die zou heel graag nog wat toe willen dichten. Dag Rinus, Jan en Mia. Ja. Elise, Aafje, hun vrienden en de kindjes natuurlijk. Hè? Rinus is een man die kan bijna nooit nee zeggen. En dat is verdomd lastig. Als je nooit nee kunt zeggen, want dan ben je altijd de pineut. En de burger die had stond in de krant, als er ooit mensen zijn die iemand kunnen voordragen voor een lintje, toen denk ik van, dat moet Rinus van Reuven zijn. Maar ja, en dan begint het verhaal, hè. Ik denk, ik ken Aafje, die bel ik op. Aafje, zou jullie je pap misschien graag in aanmerking willen komen voor een lintje? Ja, dat wil hij wel, zei ze. Want ik denk dat hij dat wel leuk vindt. Nou, we hebben de zaak zeg maar op poten gezet. En dan moeten we dus ook de nodige ondersteuning vinden. Want ja, zomaar iemand aangeven, dat kan niet. Je moet ook ondersteuning vinden vanuit het, ja, het culturele maatschappelijk leven. Nou, dat was niet zo moeilijk, want als je ziet hoeveel voorzitterschappen dat hij heeft, die verenigingen heb ik aangeschreven, gebeld en die hebben keurig netjes een ondersteuningsbrief geschreven. Die ging naar het gemeentehuis en Eugenie heeft haar best gedaan om te komen tot waar we nu zijn. Samen hebben jullie een prachtig gezin. Samen hebben jullie in de maatschappij, in Schaik vooral, ook in Wijchen en waar dan ook je gewoond hebt, je ingezet voor de gemeenschap. En het is dan ook terecht dat de koning jou als ridder heeft benoemd in de Orde van de Oranje Nassau. Daar ben ik trots op, maar heel schaik en zeker jouw familie en jouw gezin. Het is je van harte gegund, Rinus. Ook wij zijn als Landert, gemeenteland, ontzettend trots een ridder in ons midden te hebben. Het is voor mij de tweede keer dat ik een ridder mag huldigen. En daar ben ik ontzettend blij en trots op dat wij dit soort vrijwilligers hebben. En daar doen wij andere vrijwilligers niets mee tekort. Maar ja, die ridder, Rinus, het is je heel erg gegund. Nou is er één nadeel van de voorbereidingstijd die jij gehad hebt. Iets in mij zegt dat je misschien zelf ook nog wat zou willen zeggen. Ja, beste mensen.
iets zeggen. Op de allereerste plaats zou ik iedereen willen bedanken die op wat voor mogelijke manier dan ook heeft bijgedragen tot het verkrijgen van dit ridderschap. En uiteraard wil ik dan ook bedanken alle medebestuursleden in de vele besturen die voor mij dat werk ook hebben mogelijk gemaakt. En ik ben dan ook heel erg blij dat hier in ons midden is Hein van Hamond samen met Annie. Want het was Hein als vers benoemde directeur van scholengemeenschap De Ruivert in Os die mij op een avond dat we aan het volleyballen waren uit de gymzaal liet halen. Ik moest bij het bestuur komen van destijds Technische School Sint-Willy Brodus. En daar werd mij gevraagd van, zou jij niet adjunct-directeur willen worden van scholengemeenschap De Ruivert om samen met Hein die school van de grond te gaan tillen. En dat is eigenlijk voor mij het begin geweest van een hele ontwikkeling, van een hele loopbaan in directies van onderwijs en dan met name van technisch onderwijs. En ik ben ook Hein nog steeds dankbaar als mijn oude baas, dat toentertijd zo gelopen heeft. En ik ben er trots op dat Hein vanavond hier in ons midden kan zijn, samen met zijn vrouw Annie. Hein, heel erg bedankt voor de komst. Wat ik verder nog zou willen zeggen is dat ik heel graag dit ridderschap zou willen opdragen, enerzijds aan ons ba en anderzijds aan de kleinkinderen. Even een stukje tekst en uitleg. Onze pa die stierf toen hij 46 was, veel te vroeg, deed ook van alles en nog wat. Uiteraard zat hij in het onderwijshoofd van de school in Overlangen, maar daarnaast dirigent, organist en voorzitter ook van het koor, voorzitter van de voetbalclub. Ik weet dat hij in een commissie zat die het bejaardenhuis in Herpen hebben gerealiseerd. Als het politiek een beetje spannend was in de gemeente Ravenstein, dan bemoeide hij zich daar ook tegenaan. En vanmorgen zei nog een oud iemand uit Neerloon, die zei van nou, je bent aardig in de voetsporen van jullie pa getreden, want die bemoeide zich ook altijd overal mee. Alleen is het zo dat onze pa nooit de leeftijd heeft mogen bereiken om voor een lintje in aanmerking te komen. En dus zou ik ook heel graag deze onderscheiding aan hem willen opdragen. Ja. Nogmaals, allemaal hartstikke bedankt. Ja.